voor het Jaconessenhuis was het jaar 2020 druk, zoals voor elk ander ziekenhuis, zegt algemeen directeur Clyde Cairo. Midden in de COVID-19-pandemie werd op het ziekenhuis ook een beroep gedaan COVID-besmette patiënten op te vangen. En dat hebben we graag gedaan, meent Cairo. De directeur vertelt hoe het jaar 2020 is begonnen en hoe zij het jaar hebben afgesloten. Wel, het is een zeer memorabel schrikkeljaar geworden. U weet dat wij vanaf maart 2020 geconfronteerd zijn met een COVID-pandemie in Suriname. Het is in China begonnen in december. En vanaf maart doen wij als ziekenhuis mee. Met het beschikbaar stellen van verpleegpersoneel aan andere ziekenhuizen. We hebben al een van onze ambulances ter beschikking gesteld. We hebben facilitaire aanpassingen moeten doen. We hebben een triage unit in het leven moeten roepen. En onze derde etage van het beddenhuis hebben we omgetoverd tot een, ja, je zou kunnen zeggen, COVID-etage. Waarbij wij quarantainepatiënten, suspecte patiënten en COVID-positieve patiënten behandelen. En we hebben ook meegeholpen aan het samenstellen van COVID-protocollen. Landelijk. Dus een zeer bewogen jaar. Het heeft ertoe geleid dat onze reguliere zorg moesten afschalen. Vanwege dus de COVID-situatie. En daarmee dus ook eigenlijk minder verdiensten voor het ziekenhuis. Want je hebt gewoon minder reguliere patiënten in het huis. Het afsluiten van 2020 is niet zoals we hadden verwacht. Maar desondanks heeft de directeur toch nog hoopvolle nieuwjaarswensen. Onze wens is dat wij genoeg, voor ons is het heel belangrijk, het behoud van personeel. Professioneel personeel, vooral verpleegkundigen. En natuurlijk meer aanname volgend jaar van verplegend personeel, zodat wij die gemeenschap beter kunnen dienen. Voor de gemeenschap zeg ik, met oud op nieuw, gaat u alsjeblieft voorzichtig. Houdt u niet te veel. We weten dat oud op nieuw een feestmaand in Suriname is, maar houdt u dit jaar anders. Blijft u thuis zoveel mogelijk. Wees voorzichtig dat u besmet raakt. Let op alle COVID-regels. Hou ze in acht. En voor de gemeenschap wens ik voor 2021 een voorspoedig 2021. Een happy 2021, maar bovenal een gezond 2021. Algemeen directeur van het Jaconessenhuis Clyde Cairo in een evaluatie en vooruitzicht aan het eind van 2020.